naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Ik ga jullie het verhaal vertellen over David en Goliath. In de tijd van David was er een oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Er kwam een hele grote man uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath. Hij was groot en sterk. Goliath zei tegen de Israëlieten: als iemand, één van jullie, mij komt verslaan, zullen wij tot jullie slaven zijn. Maar als ik win, zullen jullie tot onze slaven zijn. Saul, de koning van Israël, was bang toen hij dit hoorde. David, de jongste zoon van Isaï, kon in die tijd niet gaan vechten, omdat hij veel te jong was. Hij moest voor de schapen zorgen van zijn vader. Isaï, de vader van David, zei tegen hem, neem wat broden mee en ga naar je broers en ga checken hoe het met hun gaat. De volgende dag ging David naar zijn broers en gaf hem wat broden. Toen zag David Goliath. En mensen zeiden tegen hem, als iemand hem verslaat, zal hij het huis krijgen van de koning, zal hij zijn dochter krijgen en daarnaast ook al zijn geschenken. Iedereen was namelijk bang voor hem. Toen David dit hoorde, wilde hij met Goliath gaan vechten. Maar Saul zei tegen David, hoe kan je met hem gaan vechten? Je bent nog veel te jong en je hebt nog geen ervaring. Maar David antwoordde, toen ik de schapen van mijn vader ging verzorgen, kwamen er een leeuw en een beer, maar ik overwon twee dieren. Verder zei David in vers 37, de Heer die mij uit de klauw van de leeuw gered heeft en uit de klauw van de beer, die zal redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij het met je. Saul die ging met David zich voorbereiden voor het gevecht. Maar David weigerde om een zwaard en een harnas mee te nemen, omdat hij nog veel te klein was en veel te zwaar voor hem was. Hij nam alleen maar 5 stenen mee. David ging naar Goliath toe. Goliath zei tegen David, ik ben geen hond dat je met stokken naar mij toe komt. En hij schelde hem uit. Maar David zei tegen hem, u komt aan met een zwaard en een harnas, maar ik kom in de naam van de Heere en zal u gaan verslaan. Goliath en David stonden tegenover elkaar. David pakte een steen en David slingerde de steen recht op het voorhoofd van Goliath. Goliath viel op de grond en David pakte een zwaard en hakte zijn hoofd. Toen het leger van de Filistijnen dat zagen, waren ze bang en gingen vluchten. David overwon de strijd. Wat kunnen wij hieruit leren, is dat de krachten van God veel sterker zijn dan de materialen. David kwam naar het gevecht met stenen en Goliath met een zwaard. Maar uiteindelijk won David de strijd, omdat God met hem was. Mogen de gebeden van David met ons zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Ik zie jullie bij de volgende aflevering.